Formeel gezien had de wethouder Stok daar niet mogen zeggen dat zij vond dat deze verhoging niet kon. Het gaat er wel om dat de onrust logischerwijs voorkomen had kunnen worden door de wethouder... door met zo'n belangrijke praktische uitkomst van een kader eerst even aan de raad te vragen: hey, is dit wel wat jullie destijds eigenlijk gewild hadden? Dat de wethouder vervolgens na de ontstane onrust de informatiebijeenkomst aan de raad af wilde zeggen, is volgens mijn fractie op zijn minst niet slim geweest. Dit is waarom wij onze teleurstelling willen uitspreken over de handelswijze van de wethouder in dit proces. Voorzitter, wethouder Stolk heeft wel eens een gewoonte te blijven steken in het verdedigen van zaken. Vanavond hopen we dat ze een stap verder gaat door excuses aan te bieden omdat zaken niet goed liepen. Excuses zijn op zijn plaats om het vertrouwen te herstellen met de raad en met de bestuurders van de sportclubs. Dat is waarom in onze motie staat dat we de teleurstelling uitspreken over het proces en de wijze van communiceren. Het kan niet. We hebben met elkaar afgesproken in het bestuursakkoord dat we nog een aantal malen met elkaar door het leven moeten. Maar het moet wel een keer stoppen. Achteraf had het misschien handiger geweest om het om te keren. En ja, ik betreur natuurlijk ook de commotie die daardoor is ontstaan. Maar we zouden in november in ieder geval een bespreekstuk kunnen leveren. En dan even kijken of in december, dan wel januari, de besluitvorming in de raad kan plaatsvinden. Want het is natuurlijk voor de begroting van 2019. En ik denk dat het wel belangrijk is dat we deze stappen heel zorgvuldig met elkaar gaan zetten. Financiële consequenties te maken. Nou, de uitspraak in de motie is dat te rigorijk blijft, maar financiële consequenties. Er was nog en we zullen uiteraard de financiële consequenties voor het gelijk blijven van de tarieven dan ook duidelijker aan u maken. Maar we zullen proberen dat zo neutraal mogelijk voor de verenigingen uit te voeren. Goed. Ik hoor vanuit het CDA het woord excuses vallen die aangeboden dienen te worden. Onhandig door de heer Van der Does. Inwonersbelangen heeft ook over het vertrouwen dat hersteld moet worden, excuses aanbieden. Not the finest hour van de wethouder, onhandig vanuit D66. Een magere reactie op de teleurstelling van positief woorden. Wij kunnen ons daarbij aansluiten en hopelijk wil de wethouder daarop reageren zoals wij als raad blijkbaar van haar verwachten. Dan komen wij toch tot de conclusie dat er geen gedachte aanwezig was in het handelen en hoe het gelopen is. We zien wel dat de wethouder het proces probeert te verdedigen, maar daar zien we te veel tegenstrijdig in. We missen daardoor een zelfreflectie op dit proces. Dat is niet goed en het zou toch de wethouder sieren als ze excuses daarvoor aanbiedt. Als je zo'n uitnodiging krijgt of iets wat je siert, dan wil ik met liefde en plezier mijn excuses aanbieden. Goed.